De aanleg van een kabelbaan in de stad tussen de Euroborg en het Forum duurt zeker nog vijf jaar, als het er ooit van komt. De lange voorbereidingstijd wordt vooral veroorzaakt door een groot aantal procedures. Het gaat onder meer om afspraken met bewoners van huizen waar de gondels overheen lopen. De aanleg zal ongeveer 30 miljoen euro kosten. Er is nog geen financier gevonden. Het bestuur van Gastera Flames heeft coach Hakim Salem ontslagen. Salem was in zijn tweede seizoen bezig bij Flames. Volgens het bestuur zijn de resultaten van Flames veel te wisselvallig en blijven die achter bij de ambities van de club. Flames staat momenteel derde op ruime achterstand van koploper Eiffeltowers. Salem is enorm teleurgesteld in het besluit van het bestuur van Flames, maar hij wil momenteel verder niet inhoudelijk reageren.